Meidy Vos, morgen is het dodenherdenking. En vandaag bepleit u in een opiniestuk in Dagblad Trouw dat PVV-politici respectvol gedrag zouden vertonen door daar niet te verschijnen. Ja. Waarom niet? In een verkiezingsprogramma wat ze vorig jaar uit hebben gebracht, staat in het hoofdstukje cultuur dat zij op 4 mei de slachtoffers van het nationaal socialisme herdenken. Dus nationaal tussen haakjes. Nou, slachtoffers van nationaal socialisme, van nazi's, inderdaad herdenken we. We herdenken inmiddels ook slachtoffers van oorlogshandelingen. Dus dat is wat breder geworden. Maar zo'n woordgrapje om dan de slachtoffers van het socialisme, wat daar in feite dus ook staat, te herdenken, denk ik van nou, dat vind ik niet respectvol naar al die mensen die daar staan, die inderdaad nabestaanden zijn van de slachtoffers. Ik stond daar vorig jaar ook, omdat ik herdacht wat een ellende mijn opa en oma hebben meegemaakt. Om dan te weten dat er iemand naast je staat die zegt van alle socialisten waren fout. Die zijn eigenlijk dader geweest. Dan denk ik van nou ja, toon dan respect. Doe dat ergens anders. Of kom bijvoorbeeld hier aan tafel zitten en kom het hebben over de betekenis van 4 mei. Ja, wij hebben overigens mensen van de PVV uitgenodigd om hier aan tafel te zitten. Dat doen we vaak. En ook nu met betrekking tot dit onderwerp. Maar dat doen ze niet. U zei zelf volgens woordgrapje. U vond het een woordgrapje. Nou, in eerste en als u het een woordgrapje vindt, dan is het verzoek om niet te komen op de dodenherdenking wel vrij zwaar. Nee, maar ik vind het geen woordgrapje. Je zou kunnen zeggen van nou, dat is een woordgrapje, laten we er gewoon niet meer over hebben. Maar ik vind dat we het juist wel over moeten hebben, want ik vind dit geen woordgrapjes. Ik maak veel grapjes in mijn boek, ook over mezelf. Maar over sommige dingen denk ik van nou, laten we daar nou eens geen grap over maken. En dit vind ik een heel serieuze zaak. Wat vindt u er eigenlijk van, Alexander Pechtold? Als het een woordgrap is het een zieke woordgrap. En verder is het vooral een provocatie. En ik had nou gehoopt dat we een paar zaken in onze samenleving niet politiseren. En daar is 4 mei er wat mij betreft één van. En ik vind ieder woord daarover verder te veel. Ja, ik ben het dus niet met je eens. Ja. Ik vind namelijk het daarover hebben vind ik niet politiseren. Ik vind dat we het juist bij tijd en wijle echt over de betekenis van 4 mei moeten hebben. Dat Zeker. Hebben we al die jaren ook gedaan. Het was vroeger inderdaad alleen maar de slachtoffers die hier in Nederland zijn gevallen. Er zijn nou, gelukkig ook de slachtoffers die in Nederlands-Indië zijn, voormalig Nederlands-Indië zijn gevallen, zijn erbij, omdat we het daarover hebben. En als we elke keer als bijvoorbeeld de PVV iets roepen of als er een vergelijking wordt gemaakt met de oorlog, moeten zeggen, moeten we het niet over hebben. Ja, kunnen we dan ooit leren van de geschiedenis? We moeten het over heel veel hebben. Hè. Ik vind de discussie vandaag hoorde ik op de radio of in Culemborg de zoon van de Rost van Tonningens aanwezig mag zijn. Die de andere kant van een slachtofferschap kan zijn. Dat vind ik zinvolle discussies. Mm-hmm. Maar wat ik bij deze, daarom noem ik het een provocatie van de PVV, moeilijk vind, is dat jij reageert erop. Vervolgens zien we vandaag Wilders die zegt, ik ben op de Dam en ik hoop dat daar veel mensen zijn om de PVV te vertegenwoordigen. Dan krijgt het dus een politieke kleur. Ik bleef 8 uur in privésfeer met mijn kinderen. En ik vind dat ik daar als politicus zo ver moet zijn. En dat ik laat me er ook niet op provoceren op dit onderwerp. Ja, maar ik vind het gewoon niet provoceren. Ik vind dat als politicus dat je er juist over moet hebben. Als iemand je daarover ik vind heeft. Ook ziek. Ik vind het ook ziek. Dan vind ik ook gewoon dat ik daarover mag reageren. Ik bedoel, tuurlijk. De reactie van heel veel PVV'ers. Je moet je kop houden. Ik denk van, nou ja, dat wil ik dus juist niet in Nederland. Ja, ik heb ook vrijheid van meningsuiting. Het Nationaal Comité is het overigens niet met u eens, hè? Het Nationaal Comité 54. Ik had niet verwacht dat het Nationaal Comité zou zeggen, inderdaad, de PVV is niet welkom. Dan had je echt pop aan. Dat zeg ik ook niet, hè? Nee. Ik zeg dat als je netjes bent en als je respect hebt voor al die slachtoffers, maak dan zelf de overweging. Maar welke niet. Discussie wordt er nou eigenlijk gevoerd met uw opiniestuk? De betekenis idealitair van bedoel ik dan? Over de betekenis van 4 mei. Ja. En ik vind ook wel, zeker als en ik ben volgens mij niet de enige, dat heb ik ook wel gemerkt vandaag in de reacties, die dat gewoon onkies vindt en die dat je dus gewoon de PVV, je mag daarop terugreageren. Ik vind het heel raar dat als de PVV wat roept, of het nu gaat om de vergelijking Mein Kampf en de Koran, mm-hmm. als je daarop reageert, oh, niet provoceren. Ook bij heel veel van mijn linkse vrienden, hoor. Zeg er maar niks over, want dan raakt Geert Wilders in de underdog-positie. Hij zit niet in de underdog-positie, hij zit verdorie in de regering. Heeft u ook reacties uit kringen van de PVV gehad, eigenlijk? Ja, van PVV-stemmers. Je hebt helaas geen leden van de PVV, maar die vinden dus ofwel dat ik mijn kop moet houden. Er zijn ook al een paar PVV'ers die zeggen van, oh, dat wist ik niet. Nee, dat ben ik het ook niet mee eens. Die hadden hun eigen verkiezingsprogramma niet gelezen, bedoelt u? Nee, maar dat snap ik ook wel. Het is overigens een goed geschreven, heel kort verkiezingsprogramma. Er staat geen woord te veel in. Je leest hem zo uit. Maar dat snap ik best, dat niet iedereen helemaal dat met een rode pennetje gaat zitten lezen. Maar u heeft samengewerkt met Kamerleden van de PVV toen u tot voor kort in de Tweede Kamer zat. Dat zijn mensen met wie u op collegiale wijze omging, volgens mij. Hebben die niet gereageerd op uw mededeling?
Ja, nou, maar niet on the record. Vanochtend, er zijn heel veel journalisten geweest die vandaag hebben geprobeerd om Kamerleden van de PVV, die dat programma niet ondertekend hebben, want dat vraagt me ook af in het artikel, zouden de kiezers van de PVV het ook mee eens zijn? Maar er was één Kamerlid, Hero Brinkman, die heeft gezegd dat ik een mofferhoer ben. Maar aan wie heeft hij het niet tegen u gezegd? Nee, dat wilde hij niet op de radio zeggen. Kijk, ik begroet Brinkman natuurlijk vriendelijk als. Ik vond hem ook wel aardig, zeg maar. En ik vond het wel leuk wat hij probeerde met de democratisering van de PVV. Dus ik heb hem altijd vriendelijk begroet. Ik bedoel, wij Kamerleden, ondanks dat we het mijlenver met elkaar oneens zijn, dat beschrijf ik ook daar, groeten we elkaar wel vriendelijk en drinken we vaak een biertje. Maar ja, dan ben ik vandaag in één keer een moffel, omdat ik het op dat punt gewoon inderdaad niet met zijn. Maar tegen wie heeft hij dat dan gezegd? Want dit wordt natuurlijk weer zo, hè? Dit gaat hij ontkennen. Ja, maar goed, dat was dus de meest inhoudelijke reactie vandaag. Maar heeft u dat tegen u gezegd? Dus een journalist dacht, ja, dit zei hij over jou. Ja. Dan hoop ik dat de journalist het opschrijft. Want ik bedoel, dan heb je een discussie. Dan kan je ook... Ja, maar dat zou ik me heel prettig vinden als we nou eindelijk eens een keertje met de PVV aan dit soort tafels een discussie kunnen. Mm-hmm. En dan is nu een soort van verbod op de VARA, omdat de Joop.nl licht gelieerd. De VARA is meer verkokend dan de Rijksoverheid. Natuurlijk heeft Joop.nl niks met jullie redactie te maken. Maar de PVV weigert om hier te komen. Ja. Maar laten we het erover hebben. Wat vindt u er eigenlijk van, meneer Berlijn? Ik begrijp de gevoelens van mevrouw Vosma. Ik vind dit ook heel jammer dat we straks op de Dam staan, precies zoals meneer Pechtold zegt. En waarbij mensen misschien dit weer een aanleiding vinden om dan iets van een demonstratie te voeren. Dat moet het nou juist niet zijn. Dus ik vind het eigenlijk, nogmaals met respect voor wat mevrouw Vos zegt, maar ik vind dit eigenlijk niet de gelegenheid waarbij je dat zou moeten doen. En elke andere tijd is prima, hier aan tafel, dat maakt mij niet uit, maar niet bij de dokter. Nou, kijk, de vraag is waar het begonnen is, hè? Want het is dus begonnen met een alinea daardoor in een verkiezingsprogramma dat over 4 mei ging. Dat begrijp ik, maar je kunt je door alles laten provoceren. Ja, de vraag is of je dat ook moet. En nogmaals, ik heb er respect voor, ik begrijp heel goed wat mevrouw Vos bedoelt. Maar ik vind het verschrikkelijk jammer als die gelegenheid waar we dan straks weer staan, dat we daar met andere gevoelens staan. Weet je wat ik heel erg vind? Waar het dode herdenking over dat moet inderdaad gaan. Geert Wilders was er vorig jaar niet in, is de afgelopen jaren ook niet geweest. Vandaag kondigde hij aan dat hij er deze keer wel bij is. Dat hij daar dus zonder woorden, zonder zichzelf te verantwoorden, daar gewoon staat en toch laat provoceren. En dat is dan misschien zonder woorden. Wat ik belangrijk vind is dat daar op 4 mei Gerdy Verbeet als Kamervoorzitter boven de partij een verhaal houdt. En daarmee is de volksvertegenwoordiging aanwezig. Van mijn partij is er ook iemand, maar niet om daar D66 te representeren. Nee. Ik hoop dat de PVV'ers dat niet doen. En de afgelopen jaren, ik heb me door veel provocaties laten uitlokken. Ik heb op veel dingen gereageerd. Maar op dit moment vind ik ook dat je 4 mei ook uit dat politiek debat moet houden. Gaat u er zelf heen eigenlijk? Nee, dit jaar niet. Dit jaar heb ik een afspraak met een vriendin. Ik ga gewoon, zoals de meeste Nederlanders, gewoon thuis. 2 minuten stil zijn en kijken. Vorig jaar was ik er wel, met toen ook de damschreeuwer er was. Nee, dit jaar niet. Ja, meneer Berlijn, u gaat erheen? Ik ben er niet. Ik houd een lezing ergens die over herdenken gaat. Maar ik ben er zelf niet aanwezig. Andere jaar wel. Ver van Amsterdam, maar het is wel ieder jaar weer een moment dat je even met kinderen en gezin toch even weer de aandacht eraan kunt besteden. Dat is gewoon heel goed. Ja. En Wageningen is ook een prachtige plek om het te herdenken. Daar woont u, hè? Ja. Ja.